Ik ben Janice, ik ben 27 en ik doe aan BMX freestyle. Mijn beste resultaat was 7e op de WK van 2 jaar geleden. En 5e in de wereldtour en 2 jaar geleden Nederlands kampioen. Ik heb een beetje een schets zit wel in mijn hoofd en dan voel ik gewoon zo aan hoe het park voelt op dat moment en dan gaat het volle jas. Wat maakt deze fiets anders dan andere fietsen? Ten eerste dat de zadel laag is, want als je je fiets weggooit of rondgooit, dan raak je niet met je voeten tegen je zadel aan. En wij kunnen oneindig rondjes draaien zonder dat iets gebeurt, terwijl je gewoon nog steeds kan remmen. En ten derde, hij is sowieso laag. Dus als ik ga staan, zie je dat komt hij net boven mijn knie. En daardoor kan je gewoon alle trucjes die je zelf kan verzinnen, kan je wel uitproberen. Je bouwt je fiets helemaal zelf op, van remhendel tot grip tot pendalen bouw je zelf op. En ja, ik vind deze banden fijn omdat het wat breder is en dan heb je wat meer houvast op de grond. Maar sommige mensen hebben gewoon smalle banden. BMX is echt mijn ding. Bij ons thuissituatie is soms hectisch qua medisch gedoe. Dus BMX is echt mijn ding. Want dus, je moeder heeft leukemie. Ja, klopt. En dus het fietsen is echt van oké, ik ben begonnen toen ik 13 was ongeveer. En het is gewoon even iets wat je voor jezelf opbouwt. En trots ben. En ook mede dat ik denk van oké, als ik het kan, kan anderen het ook. Dus ook gewoon een voorbeeldfunctie van ja, maakt niet uit hoe kut de situatie het is. Als je echt wil, dan kan je er gewoon voor gaan. En nu heb ik gewoon een heel mooi team om me heen gebouwd. En ik heb vertrouwen in dat we wel volgend jaar, als er niks aan de hand is, dat we gewoon echt mooi kunnen rijden. Gelukkig heb ik een sponsor, Loogman Carwars, die helpt mij om dit te doen. Maar voor de vrouwen is het wel echt moeilijk om het echt een baan te maken. Dus kan je ervan leven? Ja, maar je moet wel echt je best doen. Mijn droom is sowieso een keer een Spelen mee te doen. Helaas, deze Spelen hebben wij niet gehaald vanuit Nederland. Dit jaar was een beetje een moeilijk jaar. Mijn voorste kruis wordt afgescheurd bij de eerste kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dan wordt het wel een beetje lastig. Volgende Spelen, hopelijk wat meer kans.